Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik een soort van online bestellingen, passen, shoplog iets. In ieder geval, ik heb in de sale geshopt online bij de Costes en bij Lovies. En die items heb ik nu binnengekregen en ik wil ze graag voor de spiegel gaan passen en dat ook gewoon met jullie delen. Dus het wordt eigenlijk weer een soort van pashokje shoplog at home. Ik heb een paar dagen geleden ook al eentje echt in de stad geüpload. Nee, niet in de stad geüpload, maar van winkelen in de stad. En ja, het was toch echt mega druk met de sale. Echt, ik werd er heel erg moe van. Dus ik kon toen maar twee winkels in. En online is het voordeel gewoon dat je lekker op je gemak kan gaan kijken. Dus dat vond ik echt ideaal. En ik heb dus ook best wel wat leuke dingetjes besteld. Ik hoop dat het allemaal ook leuk zit en ook echt leuk is. Maar dat gaan we wel zien. Ik begin even met Lovies. Dit is weer een super mooie roze zak. Heel veel groen. Ik hou echt van groen. Deze trui, super leuk. Ze had alleen geen S'je meer. Dus ik hoop niet dat hij te oversized is. Of dat hij anders mooi oversized is. Dit is een groene glittertrui met zo'n boord. Wat heb ik nog meer besteld? Dit is volgens mij een groen velvet jurkje. Ik weet niet of dat me staat. Dit is een transparante blouse met zilveren stipjes. Dit is een velvet mesh dress. Staat erop. Ik weet niet meer echt. Een sterretjes blouse, super leuk. Nog meer glitters, nog meer glitters. Heel veel party stuff. Dit is volgens mij een luipaardprintje. Nou, we gaan het zien. Ik heb nu de groene glittertrui aan. En ik vind hem echt super leuk. Hij valt gewoon hartstikke goed, deze M. Ook bij de schouders. Dus ik ben eigenlijk heel erg blij dat ze geen S meer hadden. Want die was waarschijnlijk te klein geweest. Ik hou ontzettend van glitters en van groen. En ik vind het leuk met die sportieve streepjes erbij. Het is wel een heel dun stofje, maar aan de andere kant wordt het natuurlijk straks ook wel weer iets warmer. En je ziet niet aan de kwaliteit dat het zo'n dunne stof is. Ik vind de kleur me tof staan, maar als ik heel eerlijk ben is het niet een kleur die mij het allermooist staat. Ik vind dan meer dat tielachtige waar net een hintje blauw doorheen zit of dat donkergroen mooi. Maar dit is niet per se helemaal mijn kleur, maar ik vind het me wel staan, denk ik. Wat vinden jullie? Ja, ik vind hem heel tof. Ik ga even zien wat de deal was bij deze trui. Ik weet niet meer precies hoeveel deze was afgeprijsd. Op deze factuur staan alleen de nummers. Maar er staat helaas niet op wat de prijs was. Dus dat zoek ik even op in mijn mail. Wat zeg maar de originele prijs was en voor hoeveel ik hem nu besteld heb. Ik geloof dat hij eerst 40 was en nu 30 of zoiets. Dit is wel een kanshebber. Dit is een zwarte velvet blouse. Met gouden en zilveren glitterende sterren erop. En het zit heerlijk zacht. Maar ja, ik hou ervan om blouses tot boven dicht te doen. Ik vind hem wel soort van schattig of zo. Maar ik ben er niet weg van. Ik weet niet wat het is. Ik vind zwart op zich heel mooi. Maar doordat het velvet is, is het wel heel hard zwart. Ik had hem iets meer see-through verwacht. Ik had eigenlijk niet gezien dat dit velvet was. Ik vind de lengte niet heel fantastisch. Ik zou dit dan in mijn broek willen doen. Maar omdat het dus een dikkere stof is, valt dat dan niet zo heel mooi soepel of zo. Maar oprecht denk ik dat deze bij heel veel meiden wel fantastisch is hoor. Maar het staat gewoon best wel heel hard bij mij. Ik ben natuurlijk best wel licht. En dan als het dus zo fel zwart is, hoe stom dat ook klinkt. Maar dus niet een beetje doorschijnend, zo'n dikkere stof. Zonder dat ik een ander kleurtje erbij draag, vind ik het net niet. Ik heb nu ook wel een heel natuurlijke look op. En eyeliner doet ook wonder hoor. Maar nu, nee, deze ga ik sowieso returneren. Dit vind ik dan wel weer echt heel mooi. Het vuurwerk knalt al behoorlijk, jongens. Het is oudejaarsdag. Dit is een soort van semi-transparante top. Zwart-grijs met zo'n zilverdraad erdoorheen. Ik zou dit ook gewoon dragen met een hele mooie zwarte BH. Maar ik heb nu gewoon even mijn hemdje eronder aangelaten. Omdat ik niet weet dat iedereen erop zit te wachten. Om dat zo te zien. Maar voor uitgaan vind ik dat prima kunnen. Heel erg leuk. Hij sluit ook gewoon wel mooi aan op mijn figuur. En het is ook heel tof denk ik met een rokje bijvoorbeeld. Een leren rokje. Heel veel sieraden. I like it. Ik vind de mouwen ook heel leuk. Want die, ja, hoe noem je dat? Die rollen een beetje op of zo. Dat vind ik er schattig uitzien, dat uiteinde. Heel leuk. Ook deze top vind ik echt fantastisch. Ik heb er nu een bordeauxrode BH onderaan hoor. Die hier zo'n soort kantstukje heeft. Maar dit is dus een zwarte see-through top met super felle grote zilveren polka dots. Heel erg cute. En ook weer erg feestelijk. Ik hou hier gewoon heel erg van. Van die hele simpele, maar een beetje vrouwelijke shirtjes. Ja, het is wel helemaal mijn ding.
En het benadrukt ook wel de goede punten, vind ik, op mijn figuur. Ik voel me hier gewoon comfortabel in. En wederom, dit kan je natuurlijk ook met een hemdje dragen, maar ik vind deze niet zo mega see-through. Ik vind het heel lelijk als je heel duidelijk bijvoorbeeld je navel ziet, maar dat is zeker niet het geval bij de mate waarin deze doorschijnt. Je moet bij dit soort dingen altijd wel echt op letten dat je die labels eruit knipt, want dat is zo lelijk als je dat dan laat zitten. Heel erg leuk ook. Dit soort tops vind ik altijd zo prachtig met zo'n heel diep décolleté, maar meestal niet bij mezelf, omdat ik gewoon echt cup A heb. En ja, dan vind ik het gewoon minder mooi. Vooral omdat je er vaak een bralet onder moet. Want dit is dus bijvoorbeeld al niet echt mooi. En ik denk zonder BH gaat het niet zo mooi staan bij me. Want dan is het gewoon heel erg plat. Maar wat wel is, doordat het een beetje hier zo gedrapeerd is, lijkt het wel net wat meer dan het eigenlijk is. En dit is dus een body in maat XS. Ik heb expres XS gekocht. Ik kreeg hem hieronder wel maar net dicht, omdat XS natuurlijk ook weer wat korter is. En ik heb best een lang bovenlichaam. Dus dat was nog wel een hele opgave. Maar ik vind het wel heel erg mooi. Ik heb nu dus een basic zwarte BH aan, die je ook in je nek kan doen. Dus nu zie je ook niet die bandjes hier aan de achterkant. En ook niet hier, want ik heb gewoon de BH zelf, zeg maar, aan de achterkant wat omlaag getrokken. Dat werkt dan prima. En dan zie je eigenlijk alleen dit. Dat is toch wel mooi. Ik vind dat, geloof ik, niet zo heel storend, dat ene zwarte randje. Ik denk gewoon niet dat ik me comfortabel genoeg voel om het zonder te dragen. Dit is dus zonder. En van de voorkant vind ik het nog wel een soort van oké, denk ik. Maar wel minder sexy of zo, hoor. En van de zijkant vind ik het echt niet mooi. Ik voel me dan echt zo'n brede, geschouderd persoon. En dan hier, zoop. Ja, vind ik gewoon niet mooi. Ik voel me hier dan sowieso niet mooi in. Omdat ik gewoon heel erg bewust ben van dat alles helemaal plat. En dat is gewoon zo. Maar ja, ik vind het dan mooier met die zwarte BH, denk ik. Maar laat even weten of jullie het mooi vinden met die zwarte BH. Of dat je zoiets hebt van, nee, je kan zoiets echt alleen dragen als je geen BH draagt. Want nu heb ik een jurkje aan en die heeft van dat transparante en velvet. Dit is gewoon zwart velvet. Maar dan omdat dus dicht bij mijn gezicht het gewoon een soort van transparant is, vind ik het dus wel mooi. Dus dat is zo'n voorbeeld in vergelijking met die blouse met die sterretjes. Het jurkje, ik vind hem mooi, maar ik ben er niet kapot van. En dat komt vooral omdat die reten straks zit bij mijn armen. Ken je dat? Dan trek je dat aan en dan wil je het vervolgens draaien. Want nu zit het bij mijn oksel niet lekker. Maar het zit zo strak dat ik het dus niet lekker kan draaien. Dus het zit echt heel strak bij mijn armen. En verder zit hij eigenlijk wel gewoon goed. Achter heeft hij trouwens daar ook nog zo'n open rug en knoopjes. Maar ik vind hem ook, ja, het model is gewoon leuk. Maar het allermooiste vind ik bij mij dat het, als het hier strak is en wijder uitloopt. En als hij wel aansluit, vind ik het mooiste tot hier is. Dat is gewoon mijn favoriete soort modelletjes. Ik ben er niet kapot van. Maar het is zeker een leuk jurkje. Dus ik kan me wel voorstellen dat veel meiden misschien wel leuk zouden vinden. Ja, het is wel heel grappig. Een soort strapless effect. Maar net niet helemaal. Cute. Maar hij wordt hem niet voor mij. Dit jurkje vind ik echt verrassend leuk. Meestal met die overslag valt het bij mij helemaal open. Zeker als je hem niet kan verstellen. Maar bij deze valt het echt alles mee. Hij is wel aardig kort. Dat wel. Maar ik zou hem dan met een panty dragen. En het is heel mooi glanzend. Ik hou ook, dat weten jullie vast inmiddels, van deze lengte armpjes. Mouwtjes. Armpjes. Mouwtjes. Vind ik er gewoon heel erg leuk uitzien. Ja. Hoe zit hij achter eigenlijk? Wel, ja, hij is wel kort. Maar met een panty en met hakjes denk ik niet dat hij te kort is. Of vinden jullie hem te strak zitten bij mijn heupen? Dat word ik misschien iets te veel een peer hiervan. Nou, ik vind het wel leuk hoor. De kleur ook wel. Ik liep naar Marco toe en ik zei, wat vind je van dit jurkje? En hij zei, Dus ik denk niet dat ik het ga doen. Omdat hij eigenlijk juist altijd heel snel wel enthousiast is. En op zich, als ik iets zelf leuk vind en hij niet, dan heel vaak doe ik het. Maar nu denk ik dan, ja, met zo'n jurkje die strak is, dan meestal vindt hij het wel leuk. Dus dat zegt wel iets of zo. Dus nee, dan wordt het hem toch niet. Ik vind het wel leuk met zo'n jurkje die je dan bij zo'n soort feest aandoet, als hij het ook wel soort van mooi vindt, zeg maar. Dan heb ik zo nog één zwarte top om te passen. Deze, die vind ik ook fantastisch. Met velvet details en see-through.
Love it. Jongens, inmiddels is het de volgende dag en we gaan gewoon verder met deze online bestellingen passen shoplog. Want het werd veel te donker gisteren, dus jullie konden het niet meer goed zien. Dat vond ik zonde. Ik had zelf nog wel even een paar dingen waar ik heel benieuwd naar was even snel aangedaan. Maar dat gaan we dan nu gewoon opnieuw doen. We waren gebleven bij Lovies en ik moest eigenlijk nog één top passen. En dat was deze top met die soort van velvet luipaardprint. Dus die ga ik nu even aandoen. Ik heb de top aan en ik vind hem echt prachtig. Hij is dus zwart en een beetje see-through met van dat velvet print. Hij heeft een vrij hoog gesloten hals. Aan de achterkant zit hier zo'n klein openingetje en dan gaat hij hier met twee knoopjes dicht. Die overigens vrij moeilijk zijn om in je eentje dicht te krijgen. Ik heb hem nu even in mijn rokje, want ik draag vandaag een rokje. Maar ik zal hem maar even uithalen, zodat jullie zien hoe lang die is. Hij kan ook heel erg mooi op een broek. Zelfs op een lage broek, want hier zit mijn bekkenbot, zeg maar. En daar komt hij nog iets overheen. Ook de mouwen, die zitten heel mooi aangesloten. En dat schubje vind ik gewoon heel erg grappig. Dat structuurtje erop eigenlijk. Ik neig er nu toch naar om 3 tops te houden die een beetje dezelfde stijl zijn. Wat het in ieder geval niet wordt, is dit groene velvet jurkje. Deze blouse met sterren. En dit zwarte jurkje met fluweel. Die ja, vind ik gewoon niet bijzonder genoeg of niet mooi staan. Wat het in ieder geval wel wordt, zijn deze top en toch ook die ik aan heb. Dus 3 tops met lange mouwen die semi-transparant zijn, maar ik vind ze toch wel weer heel verschillend. En ik vind ze gewoon fantastisch. En ik twijfel over deze body. Ik vind hem heel erg gaaf, maar ik ben bang dat ik het niet vaak aandoe. Met oud en nieuw heb ik gisteren dus toch wat anders aangedaan. Hij heeft een heel diep décolleté. Ik weet niet helemaal of het me staat. Laat me weten wat jij zou doen als je mij was. En deze trui vind ik heel erg gaaf. Maar toch twijfel ik lichtjes over de kleur bij mij. Hoewel ik de kleur fantastisch vind hoor. Maar staat het me ook echt heel mooi. En het is wel een heel dun stofje, zeg maar. Met die poefie truien vind ik het vaak mooier als de stof wat steviger is. Dus ook het model. Ik vind het leuk, maar gewoon leuk, zeg maar. Dus ik denk eigenlijk dat als ik kritisch ben dat ik deze terug ga sturen. Heel jammer, ze hadden ook een strak shirtje in deze kleur. Die had ik zo graag gewild, maar die was uitverkocht. Dan gaan we over naar de kosten. Ik heb heel veel broeken, rokjes, een jurkje, sweaters, truien. Ik ga beginnen met deze trui. Het is een cool trui met een subtiel glittertje. Rood-wit, fantastisch. Ik ben benieuwd. Mijn eerste reactie bij deze trui was, oh wat ben ik blij dat de S uitverkocht was en ik een XS heb genomen. Want ja, een maatje groter was denk ik niet helemaal mooi geweest. Deze zit gewoon eigenlijk precies goed. Deze mouwen, te schattig. Ik vind het ook heel leuk dat de streep zeg maar wat breder wordt bij de klokmouwtjes. Heel erg schattig. De kleurencombinatie vind ik gaaf en dat subtiele glittertje door het zwart. Marco vindt deze trui ook heel erg leuk. En hij zit ontzettend lekker. Gewoon warm, maar niet heel warm. Kijk dan hoe mooi subtiel die glitter erin is. Niet over de top of zo. Gewoon echt een beetje van dat lurex. Is wel echt lang geleden dat ik zo'n colletje had, zeg maar. Meestal heb ik dan zo'n turtleneck, maar dit is wel echt een col. Maar ja, I like it met deze trui. Echt heel leuk. Deze trui zou ik overigens echt combineren met een high-waist zwarte skinny jeans. Het liefste. Een beetje stoer, maar ik heb hem wel even voor het idee in mijn rokje gedaan. Omdat hij dan veel mooier aansluit. En dat is ook een beetje hoe ik het voor me zie. Al die mouwtjes. Zo leuk. Ook echt heel top dat dat streepje daar net wat anders is. Dan valt het gewoon extra op. Deze was 50 euro. Oh, je hoort echt het plastic kraken wat daar allemaal compleet instort. En hij is nu 35. Ik vond 50 te duur, maar 35 vind ik gewoon een heel mooie prijs. Dus deze ga ik zeker houden. Nu heb ik een simpele, sportievere sweater aan. In het donkerblauw. En die vind ik eigenlijk heel erg schattig. En dat vind ik vooral doordat er, wat je niet heel duidelijk ziet, maar wel als je van dichtbij kijkt, zitten er van die ook blauwe sterretjes ingenaaid eigenlijk. Geborduurd, hoe je het wil noemen. Het is een mooi modelletje, gewoon recht, goede maat precies eigenlijk. Hij is een klein beetje in de kreuk op dit moment. De lengte van de mouwen is goed. En het is een soort van, hij lijkt op de camera iets doffer, maar ja, het is wel waar dat hij inderdaad een beetje een dof gloedje eroverheen heeft, wat ik heel erg leuk vind eigenlijk wel. Ik had er nooit aan gedacht om hem te combineren met dit rokje. Maar om eerlijk te zijn, hoe leuk is dit? Dat maakt het gelijk iets minder sportief. Want ik zou dit niet snel met sneakers en een jeans combineren, maar altijd ja, juist ook even wat vrouwelijker of zo.
En ik vind dit een super leuke combi. Dus super fijn dat ik dit rokje nu net aan had gedaan voor de nieuwjaarsconferentie zometeen van Marco's familie. Klinkt wel chic hoor, maar dat is niet zo chic. Maar gewoon heel gezellig. En hij zit zo lekker. Dit is gewoon een heerlijk zacht stofje ook aan de binnenkant. En hij heeft hier een splitje, vind ik ook wel leuk. Maar ja, het is natuurlijk wel heel simpel. Ik weet niet. Ik heb wel snel dat ik denk van, maakt dit me niet heel kinderlijk? Ik vind hem leuk, maar ik weet het nog niet, want ik heb nog zo'n soort trui besteld. Dus die ga ik eerst even passen. En hier zien jullie de prijs. Hij is afgeprijsd van 50 naar 25, dus het is wel een goede deal. Ik stop even tussendoor, want mijn vader komt net binnen. Dus die komt hier even een oliebol eten en die ga ik even een gelukkig nieuwjaar wensen. Tot zo, be right back. Wat een onderbrekingen in deze Pashoekjes shoplog. Gelukkig merken jullie er weinig van, want knip alles aan elkaar. Plak alles aan elkaar. Kijk, nu heb ik namelijk de andere sweater aan. Wow, ik sta hier echt op allemaal plastic. Wacht even hoor, jongens, ik heb een slof ook aan. En ik hou gewoon ontzettend van lichtgrijs. En hier staat zo uniek. En dan heeft hij dus allerlei studs. Maar niet alleen studs, want random zitten er ook een paar verdwaalde pareltjes tussen. En dat vind ik echt heel erg grappig. Deze heeft geen splitje aan de zijkant. Die is gewoon dicht. Maar vind ik eigenlijk wel echt ook een heel erg mooi model. Zeker als ik er dan zo'n leuk kettingje zo bij draag. Ik vind deze wel net wat specialer. Maar verder is het echt hetzelfde model. En ook deze is van 50 euro naar 25 euro. Ik ben heel benieuwd welke jullie het leukst vinden. Met dat rokje vond ik die blauwe heel erg leuk. Maar deze vind ik op zichzelf al wat boeiender, zeg maar. Ik vind het echt een beetje too much om allebei te houden namelijk. Maar deze zit wederom ook zo ontzettend zacht. En dit zijn in Nederland wel gewoon toptruien. Dus ja, lastig. Ik heb nu even het rokje uit mijn bestelling gepast. En mijn eigenlijke rokje zit hier serieus boven gerold. Echt, hoe lui kan je zijn? Maar goed, dit is dus een nitty skirt. Oftewel, het is een soort van ja, gebreid stofje, maar ook heel stretchy. Ik vind het wel mooi, want daardoor is het heel stevig en staat het vanzelf een beetje in zo'n klokvorm. En het is een kaki kleur. De lengte vind ik fijn, maar hij staat wel echt een beetje in van die plooien. En ik weet nog niet of ik dat iets te veel schoolgirl vind. Hoewel dat dan met deze trui misschien wel weer grappig is. Ik zie het helemaal voor me met dan ook zo'n kraagje hier erbovenuit, weet je wel. Ja, ik weet niet. Het is wel een leuke kleur en een fijn rokje. Ik denk ook voor werk prima. En hij is lekker stretchy. Sluit daardoor ook gewoon goed aan in de taille. Maar ik weet niet of ik hem boeiend genoeg vind. Maar deze is nog 30 euro, wat ik niet heel goedkoop vind. Even kijken wat hij was. Hij was 40 en hij is nu dus 30. Dus het is niet dat je zegt van, wat een goede deal. Ik denk dat ik dat wel iets te prijzig vind voor het rokje. Dan heb ik hier een jasje, maar dit jasje heb ik al echt in de kostes gekocht. En in een XS in plaats van een S. Dus die hoef ik niet meer te passen, want die heb ik dus nu al. Die hebben jullie in mijn vorige pashoekje shoplog kunnen zien. Wat ik dan nog ga passen is dit jurkje. Die leek me wel heel erg gaaf. Een beetje een net jurkje. Met helemaal van boven tot onder aan de zijkant van die knopen. Het is wel een hele stevige en vrij stijve stof. Dus ik hoop dat hij een beetje comfortabel zit. Want het is een XS omdat ze geen S meer hadden. En ik heb een flared broek. En die vind ik echt fantastisch. Met luipaardprint in kaki en van suède. Oh, hij voelt heerlijk. Dus ik hoop dat hij ook net zo tof zit. Dus die gaan we nog even passen. Nog even een iets betere shot van het rokje. Ik twijfel toch, want hij heeft wel een perfecte lengte. En het is een leuk winterrokje door het stofje. Herfst, winter. Oké, nu gaan we verder met dit jurkje die ik echt amper pas, volgens mij. Dus ik ben benieuwd. Ja, ik vind het op zich wel een heel net jurkje, maar ja, volgens mij zie je niet echt dat hij te strak zit. Zit hij op zich best wel mooi, denk ik. Want ik heb op mijn rug ook juist, nou, ik weet niet of ik hem achter mooi vind. Want hij zit bij mijn billen heel strak. Maar hier dan weer los. Ja, omdat hij nu ook raar draait natuurlijk. Maar als ik kijk naar de zijkant en de voorkant, vind ik niet dat hij heel erg tekent of zo. Maar hij voelt gewoon echt heel erg strak. En dan met name een beetje hieronder, bij mijn armen, bij mijn elleboog. Maar ook wel hier zo, zeg maar, bij mijn heupen. Jammer. Ik denk als ik deze een maatje groter had gehad, maar het S had ik hem echt genomen. Want ik vind het echt wel een heel mooi net jurkje, die toch ook wel heel erg leuk staat.
Dus wel ideaal ook voor werk bijvoorbeeld. Als je er een keer wat netter uit wil zien. Of als je een keer een ouderavond hebt of wat dan ook. Jammer. Deze was 60 euro. En ja, zoals ik al zei. Ik heb dus niet bewust gekozen hoor, voor deze maat. Want het is een bodycon dress. Dus ik wilde echt een S. Want dat zegt al dat hij strak is. Maar die hadden ze gewoon niet. Dus ik dacht ik probeer het. Nu is hij 35. Het is wel echt een mooie stevige stof. Maar ik ga hem niet doen, denk ik. Even aan Marco vragen wat hij ervan vindt. Marco, wat vind je van dit jurkje? Oh, wauw. Echt? Ja. Zijn je mooi? Ja, ik weet het niet zo goed. Ja, ik vind het wel mooi. Marco vindt hem dus ook wel heel erg mooi. Maar ja, toen ik zei van ja, wat vind je dan hiervan? Toen zag hij het wel. Ik weet niet of het echt heel erg is. Ja, ook omdat hij toch best wel strak voelt. Het is echt zeg maar geen eetjurkje. Het voelt wel alsof je helemaal zo in een soort korset bent gehesen. Denk ik toch niet dat ik het doe. Als ik nou echt een concrete gelegenheid had nu waar ik hem aan zou doen dan wel. Maar nu denk ik nee, dan kan ik beter nog even doorzoeken tegen de tijd dat ik zo'n soort jurkje nodig heb. Want nu heb ik hem niet nodig. Dus het wordt hem dan niet. Maar wel een aanrader vind ik hoor. Zeker, echt wel zo'n dik stofje, heel mooi. Oh my god jongens, I love deze broek. Ik hoopte het al, maar hij zit echt perfect goed zo hier. Vrij high-waisted. Lengte is goed. Ik heb er nu even sokken onderaan, maar ja, zoals je ziet, hij valt net bij mij eigenlijk precies op de grond. Maar ik draag er dan denk ik eerder enkelaarsje met hak onder, zodat hij net niet over de grond sleept. Dus dat is precies de goede lengte. Achterkant valt hij hier iets lager, maar geen opening in de rug. Het elastiek sluit gewoon mooi aan. Het is gewoon zo'n fantastisch stofje. En ik vind de kleur ook wel heel erg leuk hoor. Doordat het groen is en niet panterkleur vind ik hem ook net een tikje minder fout of zo. Het is natuurlijk gewoon fout. Maar als je dit leuk combineert met een leren jas, grote trui, hoedje of zo. Ik vind het ook best wel flatterend staan of zo. Voor hoe je bovenbenen eruit zien. Deze was 45 euro. Hij is nu 35. Dus niet mega korting. Maar ik vind 35 euro wel een goede prijs voor deze broek. Dus deze trui wordt het zeker. Deze broek wordt het ook zeker. En I need your help bij het kiezen welke van deze twee truien ik zou houden. Doe even een polletje in beeld. Als ik dat niet al eerder had gedaan deze video. Maar check hem even. Vinden jullie dat ik het beste de blauwe met de geborduurde sterretjes kan houden? Of de grijze met de details op de mouwen? Ik weet het niet. Ik vind ze allebei wel fantastisch. En ik denk dat deze jurk met de knoop van de kosten toch teruggaat. En ik denk dit rokje ook. Maar ik vind het wel echt serieus allebei heel mooie items. Dus ik twijfel wel heel erg. Maar ik vind gewoon dat ik al best wel veel dingen heb gehouden nu zeg maar. En het jasje gaat uiteraard weg. Want die heb ik al. Dus ja, ongeveer de helft van de bestelling is toch wel heel geslaagd. Dit was hem dan, mijn online pashokje shoplog. Vergeet vooral ook niet de winkelversie te kijken als je die nog niet hebt gezien. Die ook van de week online is gekomen. En laat me vooral weten, met name over de twijfelgevallen, wat jullie mij zouden adviseren om te doen. Want dat vind ik altijd super leuk en helpzaam om te lezen. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, zou ik het top vinden als je dat wilt doen. Dat kan hieronder op de knop subscribe of abonneren, ligt aan wat je instellingen zijn. Het is gewoon gratis en dan blijf je op de hoogte van mijn video's. Zeker als je ook even het belletje aanklikt, want dan zie je het als ik een nieuwe video upload. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doeg!